toe, daar zijn ze trombonen niet voor, hè. Elke dag is zomertijd. Met moppen, glimmeriks en narigheid. Zomertijd, als ik naar huis toe ga. Met die maffe gasten van Veronica. Drie uur lang, alleen maar lol. Maar na een uur heb ik de broek al vol. Rijdon! Ja, want wij zijn Mafkees. Mafkees, hè? Meer geuze tegen wel als je van dingetjes zo hoort. Een beetje. Het is een soort compliment als je het zo hoort. Mafkees. Nee, Mafkees. Ja, niks mis mee. Nou, voor de eerste limmering gaan we zo meteen naar Drenthe. Waarom? De Drentse politie, die... die wat moet je ermee? Voor een flatgebouw lag daar gewoon een urn. Oh? Ja, maar een volle urn. Haba. Ja, dus er zat dus, de overblijfselen. Wat is er? Maar in een urn zit ook altijd een steen met een nummer. Dames en heren. Ja, maar hier is, ik denk nog niet dat ze gekeken hebben. Dat moet je ook maar net weten. Ja. Dat is zo. Een steen met een urn? Er zit, in elke urn zit een steen. Ja. Een steen die dus meegebakken is ook. Ja, ja. En in dat nummer staat gelijk aan het nummer. Daarbij kunnen ze aan zien wie dat dit geweest is. Oh, tipje voor de politie. Kost niks. Tip van de DJ Sven. Hij moet wel open deuren. Dan, die vraag je af, hoe weet hij dat allemaal? Nou, hij heeft een hele kleine familie, zoals we zo. Ja, inmiddels wel, ja. Dus hij weet er wel raad mee natuurlijk. Ja. Dus Sven kiest altijd voor de opruimmethode die de minste parkeerruimte vergt. Dus, daarvoor die moet lopen. Nou, het zijn weer de buren waar het om gaat. Die ook een keer gedaan. Die heeft gewoon de hele boom omgehakt met de buren. Die is ook een gek ook, die gozer. Maar goed. Nou, dan gaan we naar Peru. Daar er was een man die had een geïnfecteerd been en zo. Dus de been, dat moest eraf. Verkeerde poot eraf gezaagd. Dus we hebben helemaal geen benen meer natuurlijk. Nee, nummer 2 ook. Dus kan je geld ook niet meer spanderen aan de gids of zo. Toch les 1, altijd met de stift op het been schrijven. Dit is het goede been. Dit is het goede been. Ja, maar hoezo, om te opereren? Of is het goede been dat we niet hoeven te opereren? Ja, precies. Ga je ook weer nat, hè? Voor je weet zit je in een urn. Wat hebben we nog meer? Jori komt nog even voorbij voor zijn verjaardag natuurlijk. Dat verhaal over de McDonald's, hè, waarbij een medewerkster een plakje kaas aan een collega had gegeven, waarmee de hamburger een cheeseburger werd. Een cheeseburger is duur, ze werd ontslagen wegens diefstal. Ja. Wat een idioot. Dus dat is echt waar, hoor. Ja. Er staat, als je het verhaal helemaal leest, zeg je blijft lachen. Ja, zo zou iedereen moeten ontslaan voor de plakje kaas. ze deed ook nog op aanraden van die collega, maar tegen die collega zijn geen maatregelen genomen. Ja. McDonald's hebben we het over, hè. Ja. Er staat hier, hierdoor was er volgens McDonald's geen sprake meer van hamburger, maar een cheeseburger. Die zijn duurder en daarvoor was niet betaald. Terwijl het complete management altijd de hele bin, dat warmhoudding, gewoon daaruit pakt. Ja, maar ook als de klok, als de klok zegt, je mag het niet verkopen. Toedeledokie, je moet het eruit natuurlijk ook. Nou, dan gaan we ook nog even naar Nijetreinen. Is het Friesland? Ja, Friesland. Nijetreinen? Ik denk niet je trein. Als ik het verkeerd uitspreek, een hele excuses. Na je trine, denk ik. Na je trine. Met een Friese taal niet machtig. Als ik het anders moet uitspreken, excuses. Maar ik houd even op niet je treinen. Na je trine. Nou, fuck, stoomlok, weet ik veel. Oude treinen hebben we het over. Daar heeft de politie een seksorgie verboden. Daar gingen ze met z'n allen op de speer in de sauna. Dat was dus geen naaietrine meer. Nee, dat was geen naaietrine meer. Waar zat van? Dat geluid ook weer. En voor de laatste gaan we naar carnaval. Want het is natuurlijk over een paar weken is het weer zover. Hè? Dan gaan de verkleedpartijen, we gaan weer zingen en lachen. Holala, pilsje in de hand, weet je ook. Carnaval, hè? Ja. Dan hebben ze in het Limburgse Obicht. Daar hebben ze een prins carnaval die allergisch is voor alcohol. Wordt lachen daar. Ja. Wat vreemd wat de Drentse politie zaterdag ineens zag. Men vond in Emmen een urn die daar zomaar voor een flatgebouw lag. Wie erin zit is nog de vraag. En of ze nog de eigenaar zullen vinden vandaag? Ik denk het niet. Die vinden ze pas op as woensdag. Ja, let even op de steen, hè, mensen. Artsen in Peru waren er niet helemaal bij, hebben niet goed opgelet. En hierdoor hebben ze bij een man het verkeerde been afgezet. Een blunder. Het is een feit. Dus betogen zij spijt. En voortaan hebben ze beloofd, alleen nog maar het beste beentje wordt voortgezet. Mooie belofte natuurlijk. Dus, die is nu zakkenrollen. Ja. Jawel, Jori, dat wist jij gespuis. Die zit gewoon met zijn verjaardag lekker thuis. Hij zal waarschijnlijk nooit leren om zijn gewaardeerde collega's even te tracteren. Die zit alleen maar...
fijn en natte muis. Bij McDonald's is het niet wie goed doet, goed ontmoet. Wat een extra plakje kaas zit er bij het management. Kwaad bloed. Een medewerker werd om deze reden ontslagen, maar de rechter zei: betaal het nog maar even 150 dagen. Ik kan maar één ding zeggen, rechter, dat geeft de burger moed. Ja. Burger moed, stop. In het Friese Niertreinen is niemand meer verkouden. Omdat ze illegale seksorgies in hete sauna's houden. Maar een tip aan de politie heeft het feest verkloot. En bij het aanschouwen van al dat lood heeft de politie zich gewoon staande gehouden. Staande gehouden, staande gehouden. Ik denk dat het al stond, maar ze hebben het staande gehouden. Nog eventjes, en we gaan weer met carnaval aan de zwaai. Maar voor de prins van Obicht wordt het toch wel een beetje saai. Mijn alcoholallergie is werkelijk een straf. En ik wil er dolgraag vanaf hebben wat ik ook probeer. Het is vaak te dicht de bier klaar. Ja. Complimenten. Dit heeft niveau. Dat is toch kunst in Limburg? Dit heeft niveau. Dat is, het zou je toch gebeuren, prins carnaval. Ja, allergisch voor alcohol. Wat rondlevert hij dan? Nou, hij zegt zelf dat hij er helemaal niet onder leidt. Nee. Dus het is echt een verkeerd beeld dat mensen hebben van carnaval. Ja. Vooral boven de grote rivier. Oh, dat is een grap boven de grote rivier. Oh, ik heb al gehoord. Je goede zeep of fijn is, maar we hebben iets gehad. Wat kan? Alcoholallergie van Amstel. Is al overkomen. Ja, ja. Dus dat zegt hij. Ja, ja. Ik vertaal het een beetje voor. Gaan zuipen. Het is voor de mensen die de taal niet machtig zijn. Hè. Toen was hij nuchter ook. Hè. Change.